ik had het moeten zien, meneer Visser, als jonger iemand in hebben gewoond. Ja. Als mijn schoonzoon daarin had gewoond. Dan had hij het niet aangekaart, hoor. Dan had hij het lef niet gehad. Ja, ik ben een oude kerel. Als je mij een duwtje geeft, dan lig ik. Een inwoner van Nunspeet legt de lat voor zijn buurman wel erg hoog. Hoor ik dit nu goed? Worden wij zo behandeld? Ik kan dat niet begrijpen. Ik wil dat hek niet eens. Nou, ik vond er niet een reet aan. Stelletje zeikers, zoals de Rotterdams gezegd. Hij zit zo met de veer. Ja, daar gaat hij weer. Welkom bij NCRV's Rijdende Rechter. Meneer en mevrouw Bruines kiezen graag de kortste weg. Maar sinds buurman Plakke zijn pad heeft opgehoogd, moeten zij daar een flinke hindernis voor nemen. Nunspeet de Veluwe. Henk en Willy Bruines wonen al bijna 40 jaar in deze 201 kapwoning. Sinds jaar en dag maakt het echtpaar gebruik van het pad dat achter hun garage en die van het buurhuis loopt. Dat is geen enkel probleem, omdat de buren de moeder en de zus van meneer Bruines zijn. Wij gebruiken het pad, die achteromgang, als we naar het dorp willen. Ja, boodschappen doen. En voor alle dingen die hier in huis gebeuren. Wanneer het huis naast dat van het echtpaar Bruines moet worden verkocht, wordt er een recht van overpad voor de achterom in het koopcontract opgenomen. De nieuwe eigenaar, Henry Plakke, gaat schoorvoetend akkoord. Het recht van overpad was voor mij en voor mijn gezin was dat een gunst ten opzichte van de buren. Dat zij met z'n twee hier langs konden lopen. Heel snel bleek dus dat de buren er niet of nauwelijks gebruik van maakten. Maar wel hele andere mensen, vreemden voor ons. Die gingen dan achter staan kijken en naar binnen gaan staan kijken. In de keuken, waar mijn vrouw dus dat erg onplezierig vond. Dat in één keer vreemden naar binnen stonden te kijken. Henry Plakke baalt van het recht van overpad. Omdat hij verbouwingsplannen heeft, probeert hij het een aantal keer ter sprake te brengen. Om toch tot een goed einde te komen heb ik diverse voorstellen gedaan. Ik heb continu geprobeerd om tot een compromis te komen. Ze waren compleet verstart. Ze reageerden gewoon niet op mijn vragen. Het werd gewoon doodgezwegen. Wij reageerden er niet op. Nee. Als we daar waren, altijd begon hij dan steken over dat achterpad. Hè. Dat achterpad, dat moest je toch eens in. Dan reageerde ik er helemaal niet op. Meneer Bruines wil niet praten over veranderingen. En dus begint meneer Plakke zonder verder overleg met de werkzaamheden aan het achterpad. Ik heb het pad voorzien van nieuwe bestrating. Ik heb het 25 centimeter opgehoogd. Ik heb een deur geplaatst op de erfscheiding. En ik heb een overkapping gemaakt voor mijn tuinspullen. Het vervolg voor mij is dat ik daar niet meer langs kan. Dus nou moet je een verhoging nemen van bijna 50 centimeter. Een open pad was het. We konden zo, daar kon ik zo met de rollator, als ik wilde, konden ze naar de spoorlaan lopen. Dat gaat nou niet meer. Het echtpaar Bruines schrijft onmiddellijk een brief dat Plakke de deur en de verhoging weer moet weghalen. En ik werd gesommeerd tot allerlei zaken die ik uit moest gaan voeren. En dat was niet leuk. Wat mij betreft heeft de heer Bruines met dat toch wel de grenzen van het fatsoen overschreden. Rijdende rechter, ik eis dat mijn buurman het achterpad weer in zijn oude staat hersteld en alle obstakels verwijderd, zodat wij hem in een kruiwagen of een fiets weer langs kunnen. Rijdende rechter, ik eis dat mijn pad blijft zoals het is. En ik eis dat het recht van overpad wordt opgeheven. Hartelijk welkom allemaal. U zit al, want u bent wat slechter been, hè? Ja. Dus we zijn er vast maar gaan zitten. Hoe is dat recht van overpad eigenlijk zo gekomen? Ik begreep dat daar vroeger familie van u woonde in het huis van meneer Plakke. Mijn moeder woonde ernaast met mijn zuster. Ja. En die zijn allebei overleden. En toen is dat recht van overpad gevestigd. Dus het mocht alleen maar verkocht worden met dat recht van overpad erbij. Ja. En u hebt het ook zo gekocht. Ja. Terwijl ik u hoor zeggen, ik zie dat als een gunst. U voelt het als een gunst. Ja, nee, dat was later gekomen. Ja. Dat was eigenlijk pas na het bleek dat de situatie totaal anders was dan dat ik gedacht had. Wat was dan anders eraan? Het werd sporadisch door de buurvrouw gebruikt om naar de markt te fietsen. Maar wel door andere mensen zijn. Niet of nauwelijks gebruikt door de buurman, maar wel door anderen. Ja, en toen veranderde dat gevoel erover. Wat vindt u daarvan, mevrouw? U zegt van het werd niet gebruikt zoals het naar mijn idee zou moeten, maar veelal door andere mensen. Nee? Nou, dat viel wel mee hoor. Wat zegt u? Door andere mensen, dat viel wel mee. Door andere mensen, ja.
Ze waren net goede kennissen of die van de markt afkwamen of vanuit het dorp. Ja. En die kijken bij de buurman naar binnen, zegt u? Ja. Als je zo wilt praten, dan... Geluurders, zei hij. Waren geluurders. Nou ja, het is niet leuk als mensen bij je naar binnen kijken. Nee, het is niet leuk. Gluurden mensen bij u naar binnen? Ja, kijk, ze lopen langs en dan kijk je automatisch naar binnen, denk ik. Ja. Dat is een mens eigen dat je naar binnen kijkt. Ja, maar daar had u gewoon last van? Het is niet leuk als mensen over je achtererf lopen naar binnen kunnen kijken. Nee. Goed, u wilde het pad verhogen, dat hebben we net gezien. Ja? Waarom wilde u het verhogen? De weg loopt af. Ja. Ik wou het geheel recht trekken. En er zat nu eigenlijk een hele vervelende helling zat er nu in. Van ongeveer 1,50 meter lang. Dat was erg steil. Ja. Er lagen oude tegels in. En het geheel wilde ik graag bij mijn huis aantrekken. Wanneer bracht meneer Plakker dat ter sprake? Dat hij dat pad wilde verhogen? Nou, anderhalf jaar geleden, denk ik. Bij welke gelegenheid was dat? Een keer op een verjaardag heb ik het aangekaart of het bespreekbaar was. Ja. Dat was dus niet bespreekbaar. Ik heb begrepen dat u ook heeft voorgesteld om het pad te verhogen. Ja. Zodat ze dus wel door kunnen lopen. Ik heb vanaf voorgesteld om bij hun, bij het achtererf, het pad te waterpassen. Horizontaal te trekken. Ja. Dus dan komt komt het uit bij de nieuwe ophoging die ik gemaakt heb. Nou, dan had u wel nog gewoon door kunnen lopen. Nee, maar dat was niet nodig. De verhoging was helemaal niet nodig. We zijn er 40 jaar over gelopen op het pad. Zonder verhoging. Ja. Waarom zal ik dan de verhoging nemen? En u heeft het ook geprobeerd om het af te kopen. Ja. Ja, ik heb ook daarna geprobeerd om geld te bieden. Nou, misschien is dat wel een optie. Ik wil het afkopen. Maar daar had u geen zin in, hè? Nee, ik ben gewoon... U bent toch wel boos geworden, toch? Nou, ik een beetje niet erg gewoon, maar ik heb gewoon de waarheid gezegd. En wat was die waarheid? Waar het op stond, dat ik het niet kwijt wou. Ik heb het één keer gezegd en je krijgt het niet. Dan moet hij weten waar hij naartoe is. Maar hoe ziet u hem dan? Ik zie hem helemaal niet meer. Ik loop er langs, ik wil hem ook niet zien. Nee. Makkelijk zo. U negeert hem nu helemaal? Helemaal. Dus jullie zijn helemaal niet meer ontspikking, zoals dat heet? Nee. Iemand die mij zo behandelt en schrijft dat ik een oude zuurpruim ben, die dingen, die hoeft niet meer tegen mij te praten. Je hebt het afgedaan. Goed, we gaan eens even kijken naar het pad. Want zo langzamerhand zijn we wel benieuwd hoe dat er precies uitziet natuurlijk. Tijdens het locatiebezoek gaat meester Visser aan de rol met een rollator. Hij zoekt uit of meneer Plakke zijn buurman echt iets in de weg legt. Dag. Jullie vereis. Meneer Plakke. Aangenaam. Dag meneer. U woont hier prachtig. Ja. Dank u wel. Stijlvol twee onder een kap. Absoluut. Maar het gaat om achterom. Ja. Zullen we eerst maar eens bij u beginnen? Want hier moet het achterom beginnen. Prima. Ja? Ja? Dan gaan we even die kant op. Is goed. Zo. Zeg, zullen we de rollator dan maar gelijk eventjes pakken? Want dat is een deel van het probleem volgens u, heb ik begrepen. Ja. Heeft u? Ja hoor. Zit er rem op, hè? Ja. Oké. Okay. Nou, dan stel ik voor dat we even het rondje gaan maken met z'n allen. Gaat u maar voorop. Zo, ik er tussenin, als het deugt. Oh, ik dacht hier tussen. Nou, maakt niet uit, maakt niet uit. Als u achterom gaat, dan gaat u hier doorheen. Ja. En dan komen we hier, ach. Ja, ik zie het al. Ja. Ja. Die poort die is gewoon open, hè? Heb ik... Oké. Nou, dan moet ik maar eventjes gaan meten. 28,5 centimeter. Ja. Dat is een hele... Maar daar kan je hier niet overheen natuurlijk. Mag eens kijken? Mag ik even proberen? Kunt u zo alleen staan of moet u even... Ja, ja, ja. Laat maar even los, die meneer. Even een arm, zo. Ja, dan moet je dit eigenlijk... Dan moet je het zo doen eigenlijk. Zo. Ja, dan moet je het zo doen. Nee. Dat lijkt me geen goed idee. Dat lijkt me geen goed idee. We lopen eventjes even die kant op, want ik wil even kijken hoe dat hoogteverschil zit dan. Ik wil die rand volgen. Want dit is het trasraam, geloof ik, hè? Ja, volgens de trasraam. En moet eens kijken hoe hoog of het dan uit zou komen hier, als het zo is, die zwarte steen. Dan gaan we hier dus weer... Oh ja, want daar gaat het inderdaad weer omhoog. Ja. Het is eigenlijk hier een soort put, hè? Ja. Heeft u daar geen last van als het heel hard regent? Niks. Dat het onder water komt te staan? Nee, daar heb ik nog nooit geen last van. Nee. Goed, dan ga ik nog een stukje meten.
Het apparaat staat op nul. Ik ga vanuit deze keukendeur eerst via de achterom naar de spoorlaan. Kijken hoeveel dat is. Vervolgens ga ik buitenom, kom ik terug naar hetzelfde punt en dan meten we ook hoeveel dat is. Meter. Oké, dan zet ik hem hier weer op nul en dan gaan we buitenom zelf lopen. Heenweg 32 meter precies, terugweg 91 meter en 50 centimeter. 59 meter, daar draait het om. Ja. Mijn zinziens. Zo kan je het ook zien. Ja. Nou, ik heb hier genoeg gezien. Ik zie u straks terug voor de hoorzitting. En dan gaan we even over de zaak praten. Dank u wel. Tot straks. Tot straks. Dag. Kunt u dat opstapje nemen met uw rollator? Nee, ik kan dat niet. U ziet wel hoe ik hier aan loop. Ja. Heel moeilijk. Ja, is meneer Bruines echt zo slecht ter been? Ja, ik denk het wel. Ja? Ja. U bent daar wel van overtuigd? Nou, niet altijd. Kijk, hij loopt 9 of 10 keer zonder rollator. Maar ja. Die slechte been is, kan iedereen wel zien. Ja, maar ik begreep dat u ook nog wel op een gegeven moment foto's hebt gemaakt van meneer Bruines. Ja, dat klopt. Ja. Dat kwam toevallig zo uit. En achteraf had ik misschien niet moeten doen. Dat nee. Was niet zo netjes. Maar de heer Bruines die geeft constant weer dat hij niet het opstapje kan nemen van ja. 25, 28 centimeter. En toevallig stond ik op mijn dak en ik zag dat de heer Bruines zijn duivenhok inliep. En dat zijn notabene vergelijkbare opstapjes. En dat kon nu wel. Ja. En ik denk van, hé, wat is dat? Dus ik naar beneden gerend, mijn fotostel gepakt. En toen kwam hij eruit, daar heb ik een paar foto's van gemaakt. Ja. Dat hij inderdaad zonder rollator en zonder stok zijn duivenhok uitkwam en gewoon ook weer, niet kwiek als een vogeltje, maar wel degelijk vrij relaxed weer terug naar de voordeur liep of naar de achterdeur liep. Ja. Maar goed, u hebt die foto's ook overhandigd aan, ja. aan ons. Ja. Ja. Hebt u ze gezien? Ik heb ze thuis nog. Ja, ik heb ze ook hier. Ja. Ja. Ik vind het. Ja, ik heb ze ook, ja. Ik vind het gewoon stalken. Maar het is wel een juiste vraag, denk ik, om te zeggen van, is het echt zo erg met u dat u geen stap kunt zetten zonder rollator? Ik kan nog wel een stap verzetten, maar ik moet uitkijken dat ik niet val. Want daar gaat het natuurlijk om, hè? Zou u dat opstapje kunnen nemen? En dat de buurman dan inderdaad als een soort Joop van Tellingen op het dak heeft gelegen, ja. 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 Hij moet er wel uren gezeten hebben om mij te volgen. Want ik kom één keer op een dag bij Duivenhok, vaker niet. En in andere tijd, steeds, smiddags soms om 1 uur, dan s'avonds om 4 uur. Dus hij moet wel een uur op de loer gelegen hebben om die foto's te maken. Maar dat maakt mij niet uit. U gelooft niet dat dat toevallig was? Die toevalligheden die komen me te veel voor. Mm. Ja. Het was toevallig. U zegt het was toevallig. Goed. We gaan naar de hoorzitting. Want daar is het allemaal juridisch bekeken. Tijdens die hoorzitting blijkt al snel dat geen van de buren makkelijk over zijn principes heen stapt. Welkom, we zijn hier in Nunspeet en aan de orde is de zaak van de familie Bruines tegen de familie Plakken. Ja, daar hebben we het vandaag eigenlijk over. Twee buren, Molijnlaan nummer 5 en 7. Nummer 7 heeft het recht van overpad over het achterpad over de grond van nummer 5. Inmiddels heeft de bewoner van nummer 5 dit achterpad opgehoogd en een poort geplaatst. Er zit geen slot op, maar er zit wel een opstapje inmiddels. En dat is ongeveer 28 centimeter hoog. En hierover gaat het probleem, namelijk dat bewoners nummer 7 geen genoegen willen nemen met deze verandering.
Ja, afhankelijk wilde u de deur zelfs op slot doen van de poort. Ja, maar kijk, je googelt wat weg op het internet en dan vind je heel veel over dit soort uitspraken. En toen heeft u gevonden dat rechters vonden dat als je de deur niet op slot deed, dat het misschien wel zo mag. Ik heb ergens gevonden dat op het moment dat een deur zonder medewerking van het dienende erf open en dicht kan, wordt het niet gezien als een verzwaring van de erfdienstbaarheid. Hij heeft gegoogeld. Heeft u ook gegoogeld? Ik heb, weet niet. Ik weet niet wat het betekent. Het hele woord niet. Ik heb geen computer. Nee, dus een gelukkig mens. Hoe zegt hij dat, Goedels? Ja. Ik Goedels niks. Nee, maar die computer. Dus heb je tegenwoordig zo. Stel je een vraag en dan krijg je het antwoord. Ja, ja, nou, dat is makkelijk dan. Ja. Ik heb hier voor mij liggen de transportakte. Waarin familie Plakken eigenlijk eigenaar wordt van hun huis. Maar opeens duikt daar in pagina 7 op een bepaling. Vestiging erfdienstbaarheid. De erfdienstbaarheid van Overpad om te voet. Met de fiets of bromfiets, kruiwagen of andere soortgelijke kleine voertuigen. Rollator misschien. Te komen en te gaan van en naar de openbare weg zijnde de spoorlaan. Daar heeft u mee ingestemd. Dat klopt, omdat ik dacht dat het wel niet zo vaart zou lopen met het Overpad. En u wilt er nu vanaf. Ja, want na twee brieven van de advocaat blijkt dus gewoon dat een compromis is nu en in de toekomst niet mogelijk. Ja, een compromis. U wilt gewoon er vanaf. Goed zit. Of kwaad zit. In ieder geval is al mijn compromissen werden dus gewoon een en de ander werd er gewoon afgewezen. Ja, en dan blijft er dus op een gegeven moment nog één stap over. En dat is inderdaad die de rechter gaan verzoeken tot opheffing. Ja, maar om welke reden zou ik dat dan moeten opheffen? U zou het kunnen opheffen op redenen dat totaal geen algemeen nut of belang heeft. U heeft zelf uitgemeten 59 meter. 59 meter is het verschil. Wat het maakt over het overpad of eromheen. Ja. En dat is het voordeel wat de heer en mevrouw dus daadwerkelijk aan het pad hebben. Ja. 59 meter. Ik kijk eventjes langs u heen naar uw echtgenote. Hoe belangrijk is dat pad nou? Ik zit soms heel graag buiten. Ja. En ik zou heel erg graag rustig buiten willen zitten. Zonder dat er mensen achterlangs komen. Ja. Wildvreemden, iedereen kwam er achterlangs. Nou, ik ben er ook niet blij mee met het pad. Ja, u heeft jonge buren. Die willen wel eens in de tuin zitten achter op een zomerdag. Misschien wel in badpak. Vinden het misschien niet zo prettig als iedereen voorbij komt. Ze hebben een pracht van een achtertuin helemaal afgeschaft. Met een schutting, aan de zijkant met een schutting. Ik zou niet weten wie daar aan moet gaan staan gluren. Nee. Ja, ik ben u niet. Maar ik zou tegen de buurman zeggen, als ik er zat. Nou, je kan wel een recht hebben. Maar dat kun je ook verkopen weer. Ja, maar ik verkoop het niet. Daar komt het op neer. Ik heb het vaak genoeg gezegd. Ik verkoop het. Wilt u het niet verkopen omdat hij het is? Als er nou een nieuwe buurman komt. Ik had het moeten zien, meneer Visser, als een jonger iemand in hem woont. Ik ben nu 78. Ja. Als mijn schoonzoon daarin had gewoond. Ja. En ook een flinke vent is. Dan had hij het niet aangekaart hoor. Dan had hij het lef niet gehad. Ja, ik ben een oude kerel. Als je mij een duwtje geeft, dan lig ik. Ja, u bent twee keer zo breed als hij. En hij is opgeleid militair, dus. Het heeft er niks mee te maken. Ik ben altijd fatsoenlijk gebleven. Ik heb aangegeven dat ik geen gezeur wou. Nou, uiteindelijk is het toch gekomen. En dat is puur te danken aan de heer Barnes. Ja. En geen land mee te bezeilen. Als ik je nou zeg, direct de eerste keer, je hoeft er niet aan te beginnen, want je krijgt dat niet. Dan moet je niet deur liggen te zeuren. Want zo vaak als wij daar waren, dan werd er altijd dat pad wat weer te sprake gebracht. Ik heb de eerste twee jaar niet. En het derde jaar ben ik inderdaad mee begonnen. We hebben het wel goed bijgehouden. U bent een beetje van overtuigd dat hij kwaad wil. Oh. U vertrouwt hem niet meer. Ik wil niks meer met hem. Ik ben heel boos op hem. Ik ben boos op hem omdat hij in die brieven mij eruit maakt. Van oud zuur man, ik weet niet of je dat gelezen hebt en zo. Ja. En zo, met een oud zuur man, dat je moet niks te maken hebben. Dus ik wou hem niet meer op het terrein hebben en helemaal niet meer in mijn huis. Ik hoor het al, u bent niet geschikt voor de politiek. Dan maken ze elkaar over ergere dingen uit. En dan zeggen ze gewoon een dag later, zeggen ze dan altijd sorry en is weer goed. Ja, nee, dus, maar ja, dat was geen sterk bot, hè? Om dat een advocaat te schrijven. Het was misschien wel gemeend, want u vindt het wel. Ja, kijk, op een gegeven moment, als je altijd maar fatsoenlijk blijft. Mm-hmm. En in één keer krijg je een aangetekende brief thuis van een advocaat. Borrelen. Nou, dat was niet leuk. Ik was echt behoorlijk pist op dat moment. Dus ik heb inderdaad dat geschreven. En dat spijt me dan ook. Had ik ook niet moeten doen. Maar hij heeft geen enkele keer, nul keer in al die jaren te wonen, heeft hij eens een keer gepraat over het pad. Hij heeft zich nooit druk gemaakt over mijn probleempje wat ik heb met die steile afrit. Hij heeft nooit problemen gemaakt met een nieuwe bestating. Dat is altijd maar ikke. Ik loop daar al 40 jaar en ik wilde blijven lopen. Jij doet net, je hebt een huis gekocht. Je had getekend en je wist niet wat je getekend had. Nou, als je zo op zo'n manier een huis koopt, dat je tekent voor iets en je weet niet wat je getekend hebt, dan ben je van mij. Nou ja,
waar ik heen wil is eigenlijk... Het is natuurlijk, kijk, kwaad worden, dat is menselijk, zeg ik altijd. Maar kwaad blijven is duivels. Hè? Je hoeft elkaar niet van elkaar te houden, ja, eigenlijk wel. Maar goed, dat is te zwaar voor de meeste mensen. Maar het liefste wel, ja. Maar je moet toch niet in voet van oorlog leven. En liefst ook niet, zeker niet met je buren. Nee. Als de buren nou hun pad ophogen om het een beetje recht en netjes te maken... en ze willen het bij u ook... Waarom daar niet aan meewerken? Dat probeer ik me voor te stellen. De pad was voor mij goed genoeg, meneer Visser. Ik hoef het er niet op gerold gewoon. We waren er jaren, zijn we erover gegaan. Ja, maar nu is er een probleem. Nou is er een probleem. Dat heb hij geschapen en heb ik niet geschapen. Nou, is het nou wel zo redelijk om dat af te slaan, dat aanbod? Dat die keur bij u het pad zo ophoogt, heeft u toch geen last van? Er lag een keurig pad, meneer Visser. Ja. En ik vond het niet nodig dat het opgehoogd werd. Dat pad was goed. Goed genoeg voor ons om eroverheen te gaan. Ja. Oh. Is het dan niet gezelliger om het ook goed te hebben met de buren? Ja, tuurlijk. Ik bedoel, het zou misschien al een hoop oplossen. Even los wat nu rechten en plichten zijn. Maar als er geen vreemden meer achter door dat pad kwamen. Als u enkel daar doorheen komt, maar niet geen vreemden. Nou, dat vind ik niet. Iedereen moet er door kunnen. Al mijn vrienden en kennissen die me kennen. Met andere woorden, u kunt geen handreiking doen. Nee. Zo moet het blijven. Ik heb, zoals ik het nou geschetst heb en zorgen dat het voor die tijd was, wil ik het terug hebben. Dus alleen maar dwarsigheid. Is gewoon niet mee te praten. Nou, houd het op. Dat wil zeggen, dat zal betekenen dat ik een uitspraak zal gaan doen. Niet nu, maar op korte termijn in die studio in Hilversum. En ik verwacht u daarvoor terug. Ja, dat vond u wel erg dat u een oude zuurpruim heeft genoemd. Nou, misschien ben ik het ook warm, maar dan wil ik het nog niet benoemen. Meneer Plakker houdt baalt ervan dat u helemaal geen rekening met hem houdt. Hij had rekening met mij, nou, ik niet met hem. Nou, ik woonde langer als dat hij er woont. Dus u vindt dat u meer recht heeft? En mijn rechten waren goed omschreven bij de notaris. Ja. Meneer Plakker had het niet moeten kopen toen in die tijd. We zullen zien. We gaan naar de uitspraak. Voor wij naar de uitspraak gaan, nog even dit. Loopt het tussen u en uw buren ook niet helemaal op rolletjes, dan kunt u bellen. 0900 1301. Is meneer Plakker het verkeerde pad ingeslagen? Of moet het echtpaar Bruines voortaan een eindje om? Hier is meester Visser met de uitspraak. Uitspraak in de zaak Bruines tegen Plakker. Ja, de erfdienstbaarheid van Overpad beantwoordt nog steeds aan zijn doel. Te weten een makkelijk achterom richting Spoorlaan. En ik zou dan ook werkelijk niet weten op welke rechtsgrond dit pas in 2001 verkregen recht door mij zou mogen worden opgeheven. Het recht van Overpad blijft. Maar hoe zit het dan met de veranderingen die Plakker heeft aangebracht? Begin ik met de deur. Dat heeft u goed opgezocht op Google. Want volgens vaste rechtspraak is het toegestaan zo'n deur te hebben, zolang die niet wordt afgesloten. Het opstapje. Dat is niet toegestaan. Omdat het pad daardoor niet meer normaal kan worden gebruikt, waarvoor het is bedoeld. Behalve voor voetgangers, ook voor kleine wagentjes, fietsen, rollators. Het is hoogst onaangenaam dat Bruinhuis niet wil meedenken over een makkelijke oplossing, zoals voorgesteld, dat alles een beetje wordt opgehoogd. Maar ja, dwarsigheid, het levert geen misbruik van recht op. Dus daar zult u mee moeten leven, meneer Plakker. En dat betekent dat u inderdaad die opstap moet verwijderen en dat u het probleem op eigen grond moet oplossen. Dit is mijn uitspraak en daar zult u het mee moeten doen. Dank u wel. Nou ja, dat is een bittere pil, hè? Absoluut. En u bent blij met de uitspraak? We zullen zien wat er van terecht komt. Als u nu alweer met wantrouwen begint, dat is niet bevorderlijk, ja, hè? Niet bevorderlijk, voor de goede sfeer. Goed, ik hoop dat die goede sfeer toch op een of andere manier weer kan terugkeren. Wie weet. In ieder geval, hartelijk dank voor uw komst. En u hartelijk bedankt voor het kijken. Tot ziens. Wilt u ook een conflict aanmelden? Dan kunt u nu bellen. 0900 1301. Of schrijf naar de redactie. Postbus 12010 1100 AA in Amsterdam.